Amsterdam Fashion Week is naar de next level, man. Cash 3. Oké, Amsterdam Fashion Week is naar de next level. Waarom? Mm, Zouden dit jaar sowieso bepaalde sponsoren. die gewoon echt budget gingen gooien erop. Zaten... Niet noemen. We... Nee, ga ik sowieso niet noemen. Me Zouden me. mensen uitgenodigd, wat heel chill was. En je had de juiste mensen. Dus dan kwam je bijvoorbeeld, ik noem maar een Karim ergens tegen waar hij hoort te zijn. Je komt in. Ashley Janelle tegen waar ze hoort te zijn. Ik was waar ik hoorde te zijn. Dus uh, ja, dat. Zijn. Ik was bij Philip Pease eigenlijk alleen. Oké. Okay, yep. uh, ik had me verslapen voor. Uh, ik had me verslapen voor twee shows. Zou echt... je dan front row zo zitten? Uh, ik weet niet, man. Dit is die fashion week, first yeah. row. Uh, ja, toch? Uh, yeah. Bro, ik ben echt money misgelopen ook. Dit me echt pijn. Geen nog mailen van, kan ik nog zo harder? Nee, ik ben laat! Maar kunnen ik... jullie je dan leken, factureren? Man. Ja, ja hey. heb er echt veel van Ja, maar, goh, hoeveel was het? Ik moest naar twee shows voor 16 Barkie. Alleen om te zitten. Ja, oh, vastleggen. Ja, vastleggen. Ja, is jammer, man. Ja, is jammer. Ja, is. Ja, is. Maar Verhaal... waarom heb je het zelf verzameld? Um, oh, ja, waarom is, is oh, maar... ik zo? Ik kwam. voor daar, toch? Waarom, nee. waarom judge hem? Fuck you, man. Bro, nee, ik had net die halve marathon in, in uh, Londen ah, gelopen. Dat heb je ook nog gedaan. Ja, ik had de halve marathon in Londen gelopen. En uh, toen ben ik in de avond geland. En toen moest ik in de ochtend meteen. Maar mijn body was zo kapot. Ja, ik, dat was moeilijk. Dus ik, 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 ik slaap niet door wekkers heen, bro. En nu ben ik gewoon door mijn wekker heen geslapen. Dus dat is gewoon fuck up. Ja, maar, maar ja, je werd Je zo... werd sowieso pist wakker, man. Ja, bro. Je werd nog... Hey! Ja. En echt ook ja. mailen. Want, ken je dat? Je praat met iemand van PR, maar je hebt die nummer niet. Dus nu moest je wachten op die mail. Dus ik refresh je de hele tijd. Die, eh, 16 nee, man, barkies. 16 barkies, ik hergeer het niet. die barkies. wat moet je veel mee doen. Hè, de huur. Is mijn huur. Hey, also osso man. Nieuwe osso. Ja, nieuwe osso. Sharon Os Nayuki. Ik loef hoe we helemaal Amsterdam Fashion Week heb geschreven. Kom, ik ga terug naar dat. Oké. Okay. <laughs> dus uh, er waren ook verschillende... Er waren heel veel events. Wat, weet je wat ik heel nice vind van Amsterdam Fashion Week? Heel veel Nederlandse merken beginnen zich ook meer eraan te linken. Dus ze hebben ook zelf activaties in hun winkel. Ja. In samenwerking met modebladen, met uh, drankmerken, met andere merken. Dus ik was bijvoorbeeld bij Forr en, en daar was het een event van Botter in samenwerking met L. Dus dat soort dingen heb je nu. En dan kom je ook echt designers tegen. Je komt ook echt redacteurs tegen. Je komt de juiste mensen tegen tegenwoordig bij Amsterdam Fashion Week. En ze doen ook meer moeite voor de feestjes. En ik hoop gewoon dat het op een gegeven moment meer internationaal publiek brengt. Direct. Want ja, Amsterdam is toch wel een wereldstad. En ik vind dat we dat wel aankunnen. Dat mooi zijn. En dan is mijn vraag nu: wat is de staat van een Nederlandse fashion game? Afgelopen week heeft Para. Uh, of Para, excuus. Pata. Uh, 20-jarig uh, bestaan. Ja, echt een mijlpaal. 20 ja, super jaar mijlpaal. Super mijlpaal. En zij zijn eigenlijk, weet je, zij zijn het eerste merk wat. ja, Je hebt natuurlijk de G-Stars en whatever, maar zeg maar. In, streetwear. In streetwear. Zij ja, zijn ja, een streetwear. van de toonaangevende merken die de gewoon de basis hebben voor de grondleggers. Ja, letterlijk. Nee. Ook internationaal. Ja, zeker. 20 jaar. En still kicking it. Still kicking it. En daarna heb je een wave gehad met Filling Pieces, Daily Paper. Daily Paper. Olaf Hoestijn. Mm -hmm. En dan zou ik zelfs nog daarna. Een, en dan heb ik het echt over de grote merken. Balieus schade ik eronder. Mm -hmm. Flaneur? Nou, Flaneur kan nog kwam na Balie. Ja, dus ja, dat, dat waren blaneur. zeg maar de grote merken. Mm -hmm. En de uh, nieuwe originals zijn nog zelfs onder kunnen schaden. Yeah. Maar wat is die volgende gen? Die het volgende. nu echt kikken. Uh, ja, kijk, je ja. hebt Flaneur die het gewoon heel erg goed doet. Uh, je hebt ook Brams Fruit die het heel erg goed doet. Dat kende ik niet en ik zag bij Bijkorps staan en ik dacht: tof. Ja, wat kijk, weet je wat. je wat de Ja, daarom. Ja, het is echt iets van jou. Wat, kijk Weet je wat het ook is met de nieuwe merken die ik zie? Ze hebben echt een bepaalde vision en ze werken ook echt die kant op. Want bijvoorbeeld, Brams Fruit had dan, een, uh, had dan iets in Pulitzer, volgens mij was het. Een event in Pulitzer en dan was het in de tuin daar en dan zag je sinaasappelen daar zo. So, je ziet iedereen. Bij Amsterdam Fashion met... Week. Ja, nee, nee, het was niet oh, een okay, Fashion Week. Okay. Het was iets ervoor. Dan heeft iedereen linnen outfits aan, tuin, tuin dingetjes. Gewoon, ze zijn heel erg on Froody. brand. Ja. Hm. Nee, niet in een ja. negatieve zin. Niet lachen. Fruity. Dus uh, Ja, dus ik zie dat bij heel veel. Niet lachen en zelf lachen. Dus ik zie dat nu bij heel veel merken, man. En uh, ja, ik weet niet. Ik heb de laatste tijd niet echt nieuwe, nieuwe merken gezien of gecheckt. Dus je hebt daarna. Ja. Vla, je hebt vla, ik, ik oh, zag, wacht, hé, je hebt Lumière ook. Hey. Lumière, ja. ja. En Zij weet je wat Lumière. ik hartstikke van Lumière? Kijk, dus iedereen heeft zeg maar een bepaald dingetje. Bijvoorbeeld, bij Flaneur ga je voor de Flairpants. Bij Brams heb je linnen. Bij Pata kan je gewoon net de juiste items. Maar Lumière is super normaal. Is echt zo normaal. Maar er is zo'n grote groep in Nederland die gewoon super normaal is en niet. De lijpe flashy dingen wilt En dat hebben ze wel. Maar zij zijn ze heel erg op... Oh, dat ze hebben zoveel setjes. Ja. En dat ja. vind broekje, ik echt hard. Want dat vind ik echt hard. Want je hebt op de normale burger ingespeeld. En daardoor kan je zo hem gaan. En dan kan je met het geld wat je van de normale burger krijgt, kan je dan je gekke dingetjes ja. doen. En ja. totdat het uit Den Haag komt. Ja. Shout-out naar Aga shout ja, shout nee, shout en zo. naar Aga, man. shout Aga. Nee, shout-out naar die boys, man. Goeie boys ook, man. Toffe ja, boys ook. Zeker, man. Zeker, man. Ik ze niet, man. Chille gasten, man. Ja, man. Ja, maar zeker. Um... Je hebt. Uh, oh, nog een nieuwe. Ja, sorry dat ik echt bij de. Maar je hebt ook. Um, ik weet niet of, je het, of ik het goed uitspreek, maar Aurelien? Oh ja. Aurelien. Ja, het ja, is een ja. winkel tegenover voor. Het lijkt. Uh, je zou het een beetje categorie Piana kunnen zetten qua kleding. Ja. En ik weet zeker dat als je die outfit ziet, dan ga je denken: dit ken ik van Instagram ads. Maar dit zijn ook gewoon guys uit, volgens mij Utrecht ergens gewoon onze leeftijd en ze kicken het ook. Dus er zijn wel echt Nederlandse merken die nu hard gaan. Zeker, ze zeggen, man. Bro, je hebt echt dingetjes, man. Er zijn veel, Er zijn, er zijn veel, man. Er zijn veel, er zijn veel waar we nu niet eens opkomen. Maar qua Nederlandse merken zijn er best wel veel die... Mason Garments is er oh, ja, nog. Oh ja, ja, ja. Er zijn gewoon veel die hun ding doen, man. Die gewoon we wel die echt... Uh, ja, die grinden, man. Sharon is allemaal. Ja, man. Mannen rijden g wagon en zo, hè. Porsche's wow. en zo. Wow. Nederlandse merken. Wauw. Maat. Wow. Ja, en dan denk ik toch van... Um, Pata, Daily Paper, Filling Pieces hebben een bepaald, uh, bepaalde lat gelegd mm -hmm. van internationaal gaan. Mm -hmm. uh, wie hebben die potentie? Ja, maar het is ook van... Soms denk ik ook van... Oké, okay, nee, nee ik, ik snap de vraag sowieso, maar... Het is ook van, soms denk ik, niet iedereen wil dat volgens mij ook per se. Denk ik dan. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar... Poptrading Company moeten we niet vergeten. Poptrading? Oh, ken ik niet, man. Ja man, ze hebben collab met Burberry gehad een uh, tijdje terug. Nederlands? Nederlands merk, ja man. Ja, pop ik graag, training ik company. Broek, uh, van pop training company, ja man. Ach, ik Staaf op alsjeblieft. Gewoon een oh. cargo-achtig, yeah. uh, maar zij, hebben, oh, zij, zij, ik zij zijn skatermerk. Ja? Mm. skater achter, geïnspireerd op. Maar zij, ik, uh, toen ik bij Complex zat, hoorde ik van hé, hey, uh, Nederlands merk uh, werkt met uh, Burberry. Hebben we een collab uh, collectie. Ik yeah. ja? Dat was pop training company. Waar is je ja, pad Waar is S6. je pad van? Maar daar komen we zo op terug. Oh. <laughs> um, Neem maar hard, man. Maar ik liep op dat plein bij Bijenkorf, waar, waar je zeg maar al die independent merken hebt. Oh, ja, ja, ja. En, en daar ik, zag je dit? Ja, uh, ja. Nou, ik, ik, ik keek gewoon om me heen en ik dacht van, ik kom bijna nooit in de Bijenkorf. En ik ja. wist niet uh, zeg maar, dat er zo'n... dus ik wist het wel, maar dat er zoveel nieuwe merken bij, uh, bij, uh, bij waren. Ja. Dus toen dacht ik, uh, toen dacht ik van, oké, okay, cool. Dit is nu gaan. Daily Paper heeft dan echt een hele eigen hoek en... Uh, Um, nog even van ja, man, wat is de uh, uh, state of? Want je had eerst maar een paar merken die het echt kickten, maar er zijn de afgelopen jaren zoveel nieuwe mer merken bijgekomen. Zeker, het is veel makkelijker geworden om een merk te beginnen. Chanel Origine, Chanel Sumibu. Origine, ja, Sumibu. Chanel Shana Chanel een tweetje die eigenlijk een soort hele andere. Ja. Black of guidance. Hele andere wave heeft <coughs> en iets heel anders doet dan zeg maar alle andere merken, maar het werkt gewoon, man. Ja, bro. Het werkt gewoon. ja Sporting Goods. Oh, is ook Nederlands, hè? Ja. ja? Oh ja, ja, ja oh. is ook Nederlands. Nee, is oh ja, zeker. Jazeker. Lekker man. Ja man. Ja. Er is veel. Gaan we goed? Ja. Ja man. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ik vind het wel. Ja. Zitten we in een staat van overconsumptie? Zelfs dingen, dingen vond ik ook hard. Maar ik, het is heel, heel, duur en wel heel best wel niche voor Nederland, maar wel heel hard. Hoe je dat merk ook alweer? Best wel. Ik prop probe. Botter ertussendoor. Die zijn oh ja. Wel best wel. Play by Cardi-achtige kleding. Smirna. Yes. Juist, ja, 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 ja. ja no. hard, ik vind die piezen hard, man. Ja, man. Duur. <laughs> duur, ja, oh ja. maar wel hard. Ja, so, so, ja man. Zijn bro, ze bro, bezig? Ik weet niet. Ja, ja, maar oh, bro, bro, kleren ja. zijn gewoon duur, man. Ja, dat ook. Gaan we op een gegeven moment naar een, 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 een wereld waarin... Kijk, er is nog een hele grote groep die bijvoorbeeld gewoon een kledingstandaard bij de grote retailers halen. Mm -hmm. Maar die vallen langzaam om. Je noemde net het even, maar ook een ja. V&D... En laten ze ook nog één grote weer uh, omgevallen. Welke? Of ik heb even vergeten, een oh, vrouwenkledingmerk. Okay. Vrouwen ja. um, gaan we naar een soort staat waarin iedereen eigenlijk een soort local merk pieces in een kast heeft liggen? Waar ja. het voorheen allemaal. het ja, waren Zara, H&M, Ik denk het wel, want de generaties ja, exactly. na ons. Zoeken een of, story of, of, zelfs, of zelfs wij. Nee, nee eens. Maar zij zijn gewoon ze van, ook... waarom zou ik mijn hoodie bij, bij H&M uh, halen als ik gewoon eentje van TNO kan halen. En die is nog dik, die heeft nog goede stoppen. Ja, man. Men, wat mensen vinden tegenwoordig heel normaal om die hoodie van 120 euro te halen voordat ze die ene dat hoodie ook. van 50 bij Sarah halen. Snap en je? Dat is ook echt een ontwikkeling, man. Qua die, ja, de bedragen die worden uitgegeven aan kleding ja, überhaupt, man. man. Want eerst, bro, een, een hoodie van 120 konden we niet eens aan denken, man. Is, is, is lijp. Ik vind het nog steeds lijp. Maar... Ik snap het. Maar destijds is gewoon hoodie, HM met strepen. Ja, man. Daar was je euro. gewoon de shit. Snap oh, je? 20 oh, euro. Op, op dat basic vest met VHS-t-shirt. Ja, Daar ben je de shit. Nu, nu moet je een beetje. Ja, je doet mee. Dus je gaat. Ja, een TNO, een Sumiboe. Ga je wel dragen om een beetje. Heet ja, toch? In de picture te zijn. Tussen no. aanleg hoor. Maar. Uh, oh, is duur, man. Libby is wel echt duur. Want hoeveel kost je vestje? Uh, is Arte? Nee, dit is oh. een merk uit Japan. Uh, oh. Waar ik de naam van even ben vergeten. Een Ik denk 120. Kijk daar. 120. Deze dingen horen wow. 40 euro te zijn, man. Eigenlijk. Eigenlijk. Maar het is ja. de hele experience hey, shirt? die verkocht wordt. Ja. Hey, je shirt, shirt is gewoon zara man. Ga okay. je nou een hele outfit check doen? We kunnen gelijk door, hè. Pop-trading. Uh. Nee. Ja, ja pop-trading. <laughs> die heb ik net al laten zien. Yeah. Um, maar... Um... Oh, je watch is ook Nederlands, toch? Belgisch. Belgisch. Oh, Belgisch. Ja, uh, oké. Okay. Nice. Um, Laat even zien in de camera. Ja, ik, ik ga van oh, die voorzet ja, maar... Wauw. Nee, jongen zeggen. 22 kilograms. Boys uit Brussel. Mm, ik vind het tof dat ze in, in jury uh, daarin zijn gaan springen. Want daar heb je niet veel local Ju dingen van. Een horloge, yeah. ringen. De ringen yeah. zijn ook van hun trouwens. Ah, oh, wow. oké. Okay. Ja, ja. Ze hebben wel de juiste guy gevonden. Ja, man. Jij ja, kan ze wel echt ambassaderen. Ja? Dankjewel. Ja, ja man. Draag geen een meer. Niet echt. Waarom niet? Was je dingetje wel? Dunsel met een, met een hangetje zo. Ik heb een ketting om, maar niet zichtbaar. Ik zie je fest uh, aan hebben. Bro, maar Duitse game is ook different, hè? Ja, Want, ja, ja, zij oh, gaan man. zo hem op ads, bro. Ja. Ja, zij, hebben, ey, zij maken zo'n zo ja, lijpe omzet. La ja. jong 6 pm. En je hebt nog eentje, bro... Zelf hetzelfde met die Manier de Voir, Ma vo de de ja. die uit de, de UK, bro, UK, ze, gaan, ja. ze zijn zo hem gegaan met ja, ads, dat nu als je die ads ziet, je herkent het en dan ga je op die site en denk je, oh, ze hebben eigenlijk best goede shit, bro. Ja, ja, Ik was in Spanje, daar is Nude Project echt het ding. Nude zeg maar. Project? Ja. Maar het is mm. allemaal nude, of dat niet? Nee, het is gewoon, wow. uh, is, yeah, so, het heet zo, maar het zijn van een paar jongboys uit Barcelona, mm -hmm. maar ze kicken het echt, man. Zijn ja. echt gewoon... Uh, multi, multi. Ja, je hebt het en zelf... heel Spanje loopt ermee. En vervolgens... Het, het waait ook weer over naar Spaanstalige landen mm, in Zuid-Amerika. Yep. En dat heb je ook met Live Fest. Dat... Duitsland is al 80 miljoen mensen. En dan heb je in Oostenrijk, Zwitserland... Die ook allemaal Duits talig zijn. En Duitse... Ja, Street man. culture ervaren. En daar, daar verkopen ze ook dik. Ja, en man. ze gassen echt ook in Nederland. Hè. Ja, ze ze, ze zitten een pop-up hier. Bro, ze hebben, nee, soort, ze hebben gewoon een ze winkel, hebben, winkel, winkel, In de Runstraat. Ze hebben een winkel, bro. Maar yeah, ze hadden wel een pop-up bij... Uh, bij uh, Boe... Hoe heet dat ding weer, man? Boel, bulldog. Mm -hmm. Ze hadden een pop-up in de Bulldog. En ze hadden ook een samenwerking met de Bulldog. En ze hebben gewoon steeds samenwerkingen hier en daar. Ze zijn ja, best wel zichtbaar, man. Terwijl, ze, ze bro, ik, een vind het, een ik vind het eigenlijk best een lijpe naam voor een merk ook. Want toen het is zijn dying naam Bro, ja, kiel, toen ik het pas die zag... Die zag young, als toen ik nu naar jullie boy. toe zou komen, live direct, fast boys, ik ben een Street, uh, street brand beginnen en ik noem het Live Fast, Die Young. Ja, man. Dan zou je denken van, succes. Ja, ja man. Ik zou het niet... Maar toen ja, ik het pas zag... Ja, ja. ja maar dat is gewoon gewenning. Maar toen ik het pas zag, Precies. dacht ik ook, wat voor kut. Nou, hoe doe je Live Fast, Die Young? Maar kijk niet. Ik live Fast. Heb ja, je man, het gekocht ja, of ben je Heb het gekregen, man. <laughs> hij heeft niet gezien, hij heeft het gekregen. <laughs> ik heb het gekregen. <laughs> hij heeft het gekregen. Ja. Nee, Sjaal, je man. Bro. Je is van? Flaneur. Toppie. Bro, en ik, weet je wat, wat mijn geluk ook bent... is? Nah, nah, nahamas? Nahamias. Waar is dat? Maïs. Uh, ik weet niet, ze hebben samenwerking met Ford, dus ik heb het gekregen. Oh. Nou, ja. En ik besefte me laatst ook dat, bro, ik heb echt geluk dat ik best veel kleren krijg, want die shit te duur. Ja, man. Tro man, tro man, True, man. Daarom sowieso altijd dankbaarheid, man. Hele oudjes, vrieën. Ik heb niks met dat van... ook niet? Ja, nieuw balance schoen. Mm, nice. Bro, snap nice. je? Ja. Life is... man! Trosse. Ja, ja. Dat is wel crazy, man. Dat is wel crazy eigenlijk. Want dit ding kost 160 of zo, hè. Dit ding kost 60, die broek kost 140, die patta is... wat? Ja. Maar ik, oh. zie, gewoon, ik en, zie ook gewoon heel veel op TikTok verschijnen. Het beginnen van een kledingmerk is zo accessible geworden. Mm. Het ja, is toch? Echt, het ja. is echt veel makkelijker geworden. Ja. Dus daarom heb je gewoon nog meer aanbod. En, en ja. Er zijn plus, je je, plus, niet, plus, je krijgt nu ook merken. Je krijgt merken die uh, van een bepaalde. Dus je hebt nu gewoon merken die van Gen Zers zijn. En zij snappen hoe social media werkt en hoe ook. Leven zonder social media werken. Daar heb je bijvoorbeeld Cortez en hun hele marketing is, is gewoon offline. sick. Ja, is gewoon gek. Je hebt ook iJsje, toch? Die, je kan het niet ja. online kopen. Ja, oh, ja, 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 ja. Ja, ja, klopt. Dacht ik. Als je naar een site gaat, ja. je ziet iJsje, ah, hier kan je het halen. Ja, ja. <laughs> ik heb wat toffe pieces ook. Uh... Ja, man. Front ja. Street. Front ja, Front street. street. Ja, ja, ja. Fat, Fat crayon. Crayon. Ja. ja, ja, ja. Laat so. ons in de reacties sowieso weten welke... Kledingmerken we niet hebben opgenomen, die we moeten checken man. Welke jonge beginnende kledingmerken zijn er? Let us know man. We zijn hmm. altijd benieuwd naar uh, wat er allemaal is. En hoe lang blijft streetwear nog echt pop in? Ik denk vooral. Ik denk voor altijd. Ja? Wat, ja, wat weet je wat ja. het is met streetwear? Het is gewoon: wat wordt streetwear uiteindelijk? Wat het zijn. Net als hoe hip-hop nu even dying is, zijn house weer komt, alles is gewoon een cyclus. Ja, precies. Dus hoe bijvoorbeeld flare Jeans nu weer aan is, ja, was flare Jeans streetwear? Nee, het werd gewoon gedragen in de 70s. Was voor hun een normale broek. Nu wordt het geleverd als streetwear. De zip-hops hebben nu andere fittings, andere silhouetten. Dus ik denk dat het blijft gewoon altijd. Er wordt gewoon steeds iets anders uh, ja, gemaakt als streetwear. George ja. bijvoorbeeld, hoe dat weer ineens. Hoe, hoe blijf je als merk relevant? Want. Iets kan even cool zijn en dan is het weer niet meer cool. Bro, ik denk dat je als merk relevant Lassen. bent wanneer je gewoon je eigen shit doet en je eigen audience hebt en zij bepalen gewoon van oké, okay, wij focussen gewoon met dit. Ja, man, want want moet de... je. Want moet je. Je moet niet alleen volgen wat aan is, zeg maar. Ja. En je moet ook gewoon begrijpen, kijk, bijvoorbeeld. Nee, wij niet, wij niet, maar er zijn, er zijn mensen die zeggen: Oh, dit is weer de nieuwe hype. Ik ga, ik ga dit nu weer dragen. Dat is waar, maar ik denk dat je dan juist gaat verliezen. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een gesprek gehad uh, met Richard van Banlieu en. Ik vond, ik, vond het, ik vond het grappig. Want hij zei bijvoorbeeld van bro... We, we hadden de... Laat me het zo zeggen. We hadden uh, de blueprint voor ons, voor ons merk. Wat we moesten doen. Maar op een gegeven moment ging ik lijpe shit proberen te doen. Dus Klopt. bij wijze van spreken leren jakka. Met, uh, met stof hier. Harde shit. Harde shit. Maar gewoon niet wat mijn publiek eigenlijk wil. Ja. Of misschien niet de juiste, de juiste timing of het juiste moment. Mm -hmm. En soms ben je ook te vroeg met iets. En dan zie je twee jaar later of een jaar later van... Hey, Oh shit man, dit, je bent gewoon te vroeg, je bent te snel geweest. Maar in ieder geval is het gewoon van bro, wat vind je publiek hard? En soms, of vaak, moet je ook gewoon maken wat, wat zij hard vinden. En soms moet je niet eens naar jezelf kijken, ja. dat is dat ook nog. En dat is ook lastig bro. Om te zeggen van je, ik vind. De balans, winnen, want de balans, balans vinden, want de wel een ja. link die zijn eigen creatie. Ja, maar hé, van, ja. hey, van oké, okay, ik vind leerhard alles leerhard, maar zij vinden alles uh, cartoon, Even bij ze spreken. Mm. Hard. Ja, moet je wel een, een balans in vinden. Ja. ja. Ik, ik heb, uh, wanneer ik dan met Appie van um, Daily Paper sprak, dat hij een voorbeeld van, oké, okay, ze groeien. Maar dan heb je iets als de Captain Hoodie. Dat is die Daily Paper Hoodie met Daily Paper hier ja. aan die arm. Ja. Oh, ja. Op een gegeven moment groei je daar voorbij. Maar dat is je cash cow. Dus hoe ik het zie, hij heeft dit niet gezegd, maar ik denk dat je het zo een beetje kan zien. Is. Je moet op zoek naar één item of sowieso één kant wat het geld binnenhaalt. En met dat geld kan je de gekke dingetjes doen. En met de, die gekke dingetjes trek je een ander publiek aan. Dus je moet ja. sowieso je core, de normale mens, moet je gewoon goed houden. Lijkt het. En dan met uh, dat geld kan je gewoon die andere maar gekke dingen vernieuwend doen. vernieuwend blijven, denk ik. Ja, Op een gegeven moment zo. moet je zo'n product zo uit de collectie kan. halen. Ja, uiteindelijk. Ja, maar uiteindelijk. dat moet je doen nadat je zwart, geel, groen, yeah. groen met zwart hebt of gedaan. Die die per pants, bijvoorbeeld. Die waren ja. ook een tijdje echt handig. Ja. Van, uh, oh ja. ja, 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 ja. Oh, Van milieu bijvoorbeeld. Ja. Ze hebben ja. nog steeds hun... Standaard trainingspakken op de site, hoor. Die gaan ze echt niet wegdoen. Ja, maar we zijn ze zijn wel gestopt met dat patroon hier. Ja, dan. ja, ja. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja van... dat is die vernieuwing toch? Dat is een ja. vernieuwing. Maar welk merk is, staat meer open voor vernieuwing op zo'n moment? Dus wat in het geval van banlieue. Je ja. kan niet in één keer linksaf gaan en zeggen: van, Ik ga leren jassen en leren broeken hmm. maken. Nee, ja. Of uh, dingen maken die opeens ver buiten het budget liggen van je consument. Want als je normaal dingen van 100 euro maakt en je komt opeens met Tories van 5 barkie... Is het is ook van even, hey, Vaka, toch? Je, yeah. bent, je bent niet meer zo. Ja. Maar het gaat toch op een gegeven moment naar een niveau dat het te veel wordt, dat er over aanbod ontstaat, dat er gewoon te veel is. Qua Ik denk cleaning, het niet wat, bro. Er zijn zoveel mensen, zo mensen. Er zijn zoveel mensen en er zijn zoveel zo merken, bro. Plus, ja, die, alles is er veel. Ook. Plus, die jonge mensen maken ook echt meer money, bro. Ja, man. Met hun. Met hun schoenen verkopen en hun auto's wassen en ja, de haren doen bro ze maken die money voor al die verschillende merken dus als je shit hard is dan lukt het als het niet lukt ja, was het of wel. net niet hard genoeg of je plan was gewoon net niet hard denk genoeg. ik wel man voor alles is er zoveel bro ja. mm. als je naar artiesten kijkt als je naar podcasts kijkt als je naar voor alles is het is, is, is de game wel raakt het over uh, verzadigd maar ja je moet je weg erin vinden man je moet je weg erin vinden ja, je moet man. gewoon geluk hebben dat je op tijd was dat ook de timing is, is heel belangrijk. timing is heel belangrijk. Waren wij het vroeg met podcast?